allemaal, fijn dat u kijkt naar Spakenburg Nu. Vandaag deze onderwerpen. Kerstbomen inzameling. Vuurwerk. We hebben u woensdag beloofd dat we u nog even zouden trakteren op een terugblik op het vuurwerkspektakel van de jaarwisseling. En daar houden we ons aan. Gelukkig was tijdens de jaarwisseling de enorme mist nog niet toegeslagen en konden we genieten van het prachtige siervuurwerk. Thank you.
Half twee in de nacht werd iedereen overvallen door de mist, die zo dik was dat er slechts 2 meter zicht was. En dat maakte dat alle thuisgangers grote problemen ondervonden. In de polder richting Nijkerk kon niet meer gereden worden en liepen de mensen voor de auto's. Ze maakten er een gezellige boel van en ongelukken deden zich gelukkig niet voor. Het is niet te geloven, maar het is allemaal alweer voorbij. Het kerstfeest en ook oud en nieuw. We hebben weer lekker ons huis opgeruimd. Kerstboom eruit en alles weer ruim, fris en schoon. De kerstbomen worden al jaren op een mooie manier ingezameld. Kinderen kunnen er geld mee verdienen en ze verzamelden dan ook driftig bomen. Het was een mooi gezicht en ook een enorm lawaai als ze daarna meteen versnipperd worden. Ja, goedemiddag. Mag ik jou iets vragen? Ja. We staan hier echt in het hele slechte weer. Hè? Hoeveel kerstbomen zijn er al doorheen gegaan? Ik zou een flauw idee hebben. Heleboel. Een heleboel? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dat schiet mooi op, hè? Ja, dat gaat beter zo, ja. Doe je dat vrijwillig? Nou, wij worden door de gemeente ingehuurd. Ah, oké. Okay. Mooi, mooi. Ja. Heel dankbaar werk. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Oh, super. Hi, mag ik jou ook even wat vragen? Nou, was het niet te moeilijk, hoor. Nee, wordt niet te moeilijk. Eindelijk droogte. Ja, ik hou gewoon nog wel. Ik kom eigenlijk op hem te houden. Hoeveel kerstbomen zijn er al doorheen gegaan ongeveer? Nou, geschat ik me maar. Even kijken, 20, 40, ik denk over de 200 hier. Over de 200? Ja, ruim schots. Oké. Okay. Ondanks het slechte weer komen mensen. Ja, zeker. Hele goede opkomst, man. Ja. Top, mooi. En hoeveel krijgen, hoe werkt het precies? Nou, het is zo, die kinderen die komen hierheen, zeg maar. Ja? En die krijgen dan 50 cent per kerstboom die ze inleveren. Dus elke kerstboom levert 50 cent op, zeg maar. Oké, nou. Dus ze komen die netje heen en brengen. Wij hakselen het weer fijn, zeg maar. Dus dan is het makkelijker te transporteren. En die kinderen krijgen lekker 50 cent, dus morgen even op de markt halen. Of andere dingen, net als je zin hebben. Dus ik vind het een goed systeem momenteel. Ja, anders zijn die kinderen natuurlijk niet gemotiveerd om met dit te doen. Nee, zeker niet. Ja, ik vind het top. Dat is een goede uitkomst. Ja, die kinderen zijn even lekker het huis uit. Ja, alleen het weer werkt niet meer. Dus daar doe je niks anders. Inderdaad. Ja. Nou, heel veel succes nog. Dankjewel. Heel succes. Dankjewel. Hi, zag, vertel, hier loop je met de kerstboom. Wat ga je ermee doen? Ik ga hem versnippen. Versnipperen, oké. Okay. Ja. En vertel, hoe zit dat? Hoe werkt dat? Nou, je brengt je kerstboom dus, als je hem bij huis hebt staan, dan breng je je kerstboom dus naar deze bus hier. Ja. En dan versnippert dus daar in die bus de kerstboom voor je en dan krijg je een 50 centje. En heb je ook nog van de buren of zoiets kunnen vragen? Je loopt dus gewoon de buurt rond en als je een kerstboom ziet, die neem je dan mee. Oh, dat is slim. Ja. Hoeveel heb je er al bij elkaar gespaard? 29 in mijn tuin. Wauw, wat goed van je. Zo, 29 keer 50 cent. Dat is business. Wat ga je ervan doen? Ik ga gewoon geld bij elkaar sparen voor in mijn portemonnee. En ik moet zelf met mijn zusje delen, maar mijn zusje zit nu in de bank. Dus
Dus ga je dat mooi niet doen? Nou, het moet wel van mijn moeder. Oh, kijk. Oké, nou hartstikke goed van je. Dan gaan we nu filmen hoe die kerstboom weggaat, hè? Oké. Ja, we zijn de eerste hier. Kwart voor drie zouden we eigenlijk ja. Deze morgen. Ja, ik had het begrepen. Bedankt. Kijk, dat is een goede zaak. Weet je hoeveel ze er in de tuin heeft? Nee, ik zou het niet weten. 29 in mijn tuin en dit is de 30ste. Nou, yeah. Dan komen er nog wat. Zeg, jij doet dit vaker? Ja, ik doe het ieder jaar, ja. En hoeveel kerstbomen komen er gemiddeld? Ja, nu we stonden op een andere plek net en daar waren er niet zoveel. Normaal komen daar 200 en ik denk dat er nu hooguit 50 of zo hoog uit is, dat laat maar zeggen. Dus misschien door het weer, omdat het zo slecht weer is, dat denk ik maar. Dat denk ik ook. Dus dat is nog... Wacht, hoeveel er hier komen. Ja, oké. Okay. En wat gaat er uiteindelijk met die snippers gebeuren? Die neem je ook weer mee? Ja, die worden op de vuilnisbelt gelost. En tot hoe laat kunnen mensen komen hier? Tot 4 uur. Tot 4 uur op Groothuil. En verder, de andere plekken? Hetzelfde ook, tot 4 uur. Dus we zijn op 2 plekken. Even kijken, 8 plekken zijn we. En nu, okay. Nu het eerste gedeelte hebben we nu gehad, de eerste 4 plekken. En nu komen ze op andere 4 plekken weer. Ik had ook begrepen in Eemdijk? Ja, op Eemdijk ook, ja. Oké, en dat verdelen jullie onderling wie waar gestaan? Ja, en dan er zijn 2 versnipperaars. 1 huur erin, 1 van de gemeente zelf. En dan komen ze brengen, dan komen ze naar de plek waar de snipperaar en die versnipperen ze dan. Waar is de versnipperaar nu? Die is aan het lossen van de vorige, van daar. Ah, van de andere. Oké, okay. We wachten af. Ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Denkt u aan de nieuwjaarsreceptie die door de gemeente Bunschoten wordt gehouden op 6 januari? Van 7:30 tot 9:00 bent u welkom in het gemeentehuis. U kunt het college van BMW de hand schudden, maar ook in de wandelgangen natuurlijk alle andere mensen die daar aanwezig zijn. Los TV zal de receptie als altijd live uitzenden. Pieter de Vos en Henny Goedigeburen zullen met vele aanwezigen interviews houden over de actuele situatie en over het afgelopen jaar. Daarna zal het jaaroverzicht van de Los uitgezonden worden. De eerste maandag van de maand is dit jaar ook de eerste maandag van het nieuwe jaar. En dat betekent dat de moedige moeders weer bij elkaar komen. U bent op 6 januari om 7:30 welkom in Denksportcentrum En Passant. Om 7:15 staat koffie of thee voor u klaar en u bent zeer welkom. Neem de beslissing om dit jaar toch die stap te zetten. Nogmaals, welkom. U kijkt naar Spakenburg nu, met vandaag onderwerpen over vuurwerk, de inzameling van het afval en de kerstbomeninzameling. Tot 11:00 is dit programma nog elk uur te zien op Los TV, maar ook op uw eigen gekozen moment op YouTube en op Facebook. Zondag als altijd Los op zondag. Maandag uit de oude doos en dinsdag een vrij item. Nog een heel mooi weekend gewenst.